De Kwakel. Een pontje kriskras door de Broekpolder heen. Met onder andere schippers Arie en Mark. Ik ben sinds 2000 ben ik nu schipper. En ik ben nu eigenlijk de oudste van het hele team. Het pontje vaart al vanaf de jaren 80 door de Broekpolder heen. En heeft al heel veel enthousiaste fietsers en wandelaars van A naar B gebracht. Nou, je kunt rekenen dat ze in de hele drukke jaren was er wel 30.000 voetgangers dat die er van gebruik hebben gemaakt. Het is de laatste jaren door de COVID is het wat minder geworden. Maar ik heb zelf vanaf 2000 kon je wel rekenen op zo'n 20.000 voetgangers en fietsers in totaal dat ze van het pontje gebruik hebben gemaakt. De Kwakel is al 60 jaar in de vaart en heeft een hele weg afgelegd voordat zij in de Broekpolder terecht kwam. De boot is was vroeger, tenminste in het begin, heeft hij gevaren in Amsterdam. Van de havendienst in Amsterdam is die overgegaan naar een overzetpont op het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Amsterdam-Rijnkanaal zullen ze misschien niet meer nodig geweest zijn. En toen is de Kwakel hebben ze hier aangekocht. Het is een oude dame, maar ze heeft, moet je dat zeggen, ze is wat windgevoelig. Maar voor de rest is het een goed schip, om het zo maar te zeggen. Beide heren vinden het sociale deel van hun werkzaamheden als schipper op de Kwakel het allerleukst. Ja, dat zijn mensen in een recreatiesfeer en zijn altijd blij. Het zijn allemaal mensen die eigenlijk geen haast hebben. Toeristen, fietsers, wandelaars, kinderen, opa's, oma's. Alles komt voorbij, maar niemand heeft haast. Iedereen geniet van de omgeving. En iedereen heeft naar zijn zin, dus het is altijd gezellig hier. Van april tot en met oktober vaart de pont weer. Maar om het pontje in de vaart te houden, zijn er nu nieuwe schippers nodig. Schippers die moeten voldoen aan ze in de eerste instantie de vaarbewijs hebben, vaarbewijs 1. Maar beroepservaring en ervaring met het besturen van een eigen scheepje is natuurlijk wel een vereiste. Nou, het is natuurlijk een stukje vrijwilligerswerk. En het omgaan met mensen die hier aan boord stappen. Het is een stukje dienstverlening. Arie is met zijn 83 jaar de oudste schipper op de Kwakel. Maar hoe lang gaat hij nog door? Zolang ik me goed voel.